Afgelopen zaterdag hebben demonstranten van Extinction Rebellion de stadsbrug De Oversteek bezet. Het protest kwam voort uit een mogelijke nieuwe gascentrale in Nijmegen. Zaterdagmiddag rond 12 uur blokkeerden enkele tientallen demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion hier de toegang tot stadsbrug De Oversteek. Een deel van hen had zich vastgemaakt aan de meegebrachte ijzeren vaten. Op de trotse European Green Capital 2018. Op de Nijmegen. Aanwezige agenten probeerden de groep tegen te houden, maar dat had geen succes. Burgemeester Bruls had de actie eerder deze week al verboden en was ook niet te spreken over de uiteindelijke actie. Ik vind zelf nog het meest wonderlijke dat eigenlijk niemand het meer heeft over de aanleiding. Want de eigenlijke demonstratie in het centrum van de stad, daar zijn maar 60 mensen op afgekomen die voorbeeldig verlopen hebben. Mensen reizen niemand het over, daar gaat ook niemand heen. En het blokkeren van de samenleving, want dat is wat je doet natuurlijk als je een brug zo tegenhoudt. Geeft alleen maar onbegrip, denk ik. Maar goed, dat is aan de demonstranten. Rond 2 uur waren alle demonstranten losgemaakt en afgevoerd. Volgens omstanders zijn alle demonstranten aangehouden.